Het ministerie van Defensie blijft ondanks diverse uitdagingen investeren in opleidingen voor het personeel. Woorden van minister Krishnakumari Mathura. Zo heeft het Nationaal Leger gisteren een aanvang gemaakt met de officiersopleiding. Volgens de bewindsvrouw worden manschappen van diverse strijdkrachten naast overige functionarissen in de gelegenheid gesteld om hun kennis te vergroten. We hebben aangegeven dat dit jaar wordt eigenlijk de paraatheid van het leger. Daar gaan we investeren in. En dat houdt drie dingen in. Dat houdt in dat we gaan kijken naar personele paraatheid. Van hebben we de juiste mensen, maar ook de mensen met de juiste kennis, vaardigheden en de juiste grondhouding. Verder gaan we investeren in de geoefendheid van de mensen. Want hoe vaker je dingen doet, hoe professioneler je wordt. Het Nationaal Leger heeft onlangs drie gerepareerde helikopters in gebruik genomen. Deze zijn middels fondsen beschikbaar gesteld door de Republiek India. Ook heeft het ministerie het afgelopen jaar diverse goederen in ontvangst mogen nemen van bevriende naties. Deze zaken vallen volgens minister Mathura onder het verhogen van de capaciteit van het leger, met name de algehele mobiliteit. Het waarborgen van de nationale veiligheid staat hoog in het vaandel, evenals een goed imago van de defensieorganisatie. Verder zal het ministerie het traject voor het inlopen van diverse achterstanden zonder aanzien des persoons voortzetten. Bijvoorbeeld het toekennen van medailles en oorkonden gaat door. Want we hebben maar 500 vorig jaar uitgereikt en de achterstand is van 4 jaar of 5 jaar. Dus we gaan nog, ik denk, 1500 moeten inhalen. Dat gaan we dit jaar doen, dus we hebben nog ongeveer 500 gouden medailles alleen dat we moeten geven. Dat gaan we proberen dit jaar in te halen. Reguliere bevorderingen. We gaan plannen, maart zijn we al bezig voor een nieuwe bevorderingsronde te plannen. We gaan investeren in de opleidingen. De MP-opleiding die nu in gang is, gaat in maart afgesloten worden. We hebben gepland de officiersopleiding. We zijn nu bezig met de onderofficiersopleiding voor de sergeanten. Want sergeanten zijn de core in elke legerorganisatie. En we moeten weer heel veel gaan investeren in onze onderofficieren. Mathura geeft tot slot aan dat de huidige regering op basis van wederzijds voordeel bilaterale gesprekken en samenwerkingen aangaat. Defensie is op basis daarvan overgegaan tot het verdiepen van de bestaande samenwerkingen met strategische partners zoals Brazilië, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, als ook het aangaan van nieuwe relaties. De kennisuitwisselingsprojecten met Nederland bijvoorbeeld zijn op basis van de historie met het voormalige moederland en het wederzijds belang tot stand gekomen, geeft Mathura aan. Over het beschikbaar stellen van het Surinaams oerwoud voor trainingen die verzorgd zullen worden door Nederlandse militairen, had de bewindsvrouw het volgende te zeggen. Die jungletrainingen zijn niet gratis. Nederland gaat inkomen met een aantal dingen. Onze oefenlocaties worden verbeterd. Een heleboel dingen gaan gerenoveerd worden. Dus wij hebben er ontzettend veel voordelen. Zij betalen dat en wij hebben er ontzettend veel voordelen. Maar los daarvan heeft de economie ook voordelen. Want als er heel veel mensen hier komen, dan maken ze gebruik van onze bedrijven. Voor water, voor voedsel, hotelwezen, vervoer, etc. Dus die spin-off van zo'n jungle training is meer voor die samenleving, voor de economie. En een ander doel van die jungle training is dat door de aanwezigheid van heel veel militairen, want ook wij zullen in de omgeving zijn, zal je een preventieve werking hebben. Je ontmoedigt dat mensen illegaliteit ingaan. Dus het heeft ontzettend veel voordelen voor ons. En het is niet dat onze soevereiniteit in gevaar wordt gebracht. Absoluut niet. Wij waken ervoor.